Universiteit Utrecht. En ik maak al vrij lang een strip voor het Uurblad. Vroeger tekende ik die en sinds 4 jaar fotografeer ik strips. En sinds een jaar ongeveer ben ik fulltime fotostripmaker. De fotostrips die bestaan al heel lang. Je had vroeger die foto romans, had je een soort boeketreeks, maar dan met foto's. En je hebt bijvoorbeeld in de Breakout had je fotostrips en in Duitse bladen heb je dat nog steeds. Maar een fotostrip gewoon zoals ik doe met korte grapjes van 4 plaatjes, dat voor het werk weet is dat er niet. Dus het begint bij het gewoon het nadenken over een grap. En het kan soms dan heb ik gewoon opeens een ingeving en dan is het makkelijk. En soms moet ik er heel erg lang over nadenken en dan ben ik 2 dagen chagrijnig en dan ben ik gewoon aan het denken. Maar uiteindelijk komt er altijd wel iets, gelukkig. En dan, wat ik dan doe is dan maak ik een schets, vrij grove schets. Waarbij ik zorg dat ik de gezichtsuitdrukkingen goed heb en de plaatsing van de karakters en eventuele props. Zoals hier een woordenboek en zo. En dan gewoon de tekst. En die gebruik ik voor mezelf, maar ook voor de acteurs als aanwijzing. En dan maak ik een afspraak met de acteurs en dan is het fotograferen. Okay. Let's move on to the second part. Very nice. Wat doe ik? Die karakters die heb ik gewoon, die bedenk ik van tevoren. Of als ik een serie, als ik met een serie start, dan moet je zorgen dat ze een beetje conflicteren natuurlijk. En dat er wat verschillen in zitten, zodat je veel situaties lekker kan uitspelen. Dus een feministe tegenover een seksist is natuurlijk leuk, want dan dan heb je onderwerpen. En de situaties die haal ik overal vandaan, inderdaad. Ik lees ook gewoon het Uurblad en dan zie ik daarin waar studenten zich nu mee bezighouden. En dan neem ik dat als uitgangspunt. Oké, en blij hè, Sander? Oké, go. Dit is echt gewoon... Oké. Te typisch verwoorden. De spelers die denken ook wel mee over hun karakters. Dan zeggen ze bijvoorbeeld van, ik zou dat nooit op die manier doen. En dan ik bedoelen ze dan dus hun karakter. En dan... want ik vind het wel op zich wel leuk als ze ook wat... als ze zich op die manier mee bemoeien. Oké, that's it. That's nice. Daarna moet ik de foto's uiteraard verwerken tot een stripje. Ik vind dit een van de leukste momenten van het maken van de strips. Dan zie ik het resultaat en dan is het echt, dan komt het tot leven, de strips. Dus dit is mijn schetsje. Dit wordt dit plaatje. Het schetsje is heel erg basic, maar dan zie je gewoon, je ziet het heel leuk terug, vind ik. Het is echt eigenlijk precies geworden wat er wel in zit. Daar zie je ook het voordeel, vind ik, van een fotostrip. Ik kan deze tekening netjes uitwerken, maar dat wordt volgens mij nooit zo sprekend, zeg maar, als dit. Ik ben heel erg gaan houden van de vorige 3 spelers, hè, van 3 hoog. Dus dat vond ik echt wel heel jammer om daarmee op te houden. En maar ik vind de nieuwe ook weer heel erg leuk, moet ik zeggen. Het is weer heel anders. Het is net als met kinderen, hè. Je houdt van allemaal evenveel. Thank you.